Ja, het is... Ja, het is verdeeldheid, verdeeldheid, verdeeldheid. Aan alle kanten en overal. En daar begrijp ik gewoon helemaal niks van. Want eigenlijk zouden we gewoon als één blok daar in Nederland... zouden we met z'n allen één geheel moeten vormen tegen het virus. Dat is het dan. Maar het is dan niet zo. Helemaal niet zo. Want het is allemaal verdeeld, verdeeld, verdeeld. Want nu is weer een hele groep die vindt het beleid van het kabinet veel te slap. En een andere groep die vindt het beleid van het kabinet weer veel te streng. Ja, en dan zijn we weer verdeeld. Nou ja, wat schiet dat nou op? Ik bedoel, we hebben toch gezamenlijk maar één doel. Het virus verslaan, daar gaat het dan toch om? En dan moet je gewoon één geheel... Luister, mensen kunnen elkaar gewoon bijna niet eens aanspreken op die coronaregels. Want als je er niet aan houdt en een ander zegt er wat van, dan is er gelijk herrie in de tent. Dan heb je ruzie. Of het wordt schelden en vloeken en tieren, of het wordt zelf slaan. Dat is het dan. Zo verdeeld zijn we al. Je kan er niet eens wat van zeggen. Je kan niet eens zeggen van, meneer, wilt u niet zo dichtbij komen? Of wilt u dit doen of dat doen? Of wilt u een mondkapje opdoen? Nee, dat kan niet. Want voor je het weet, krijg je een klap voor je hazes. En dat is het dan. En zo zit dan Nederland nu in elkaar. Nou, en ik begrijp daar dus totaal niks van. Echt niet. Nee. Nee. Kan je wel zeggen, ja, begin jij weer over je corona? Ja, daar begin ik weer over, ja. Want daar snap ik dus niks van. Wat mij gebeurt, pas geleden. En dit is echt een echt, echt waar verhaal. Schrijft mij iemand via de Facebook, weet ik veel. En die schrijft mij en die zegt, Harry, moet je horen, ik ben ondernemer. En ik ben het helemaal met jou eens. Zegt hij, ja. Want ik vind ook dat iedereen zich aan de regels moet houden. Want als iedereen zich aan de regels houdt, dan verslaan wij het virus. En komt dat ten goede aan mij als ondernemer. En dan kan ik gewoon weer mijn business doen. Ja, hij zegt zo simpel. Maar dat hoor je meestal niet. Meestal hoor je die ondernemers zeggen, ja, maar het kabinet met al die regels. En daardoor gaat de economie naar de kloten en mijn onderneming. Nee, die gozer, die dacht dus precies de andere kant op. En ik zei tegen hem, dat is interessant. Kan ik je daarover bellen? Dan gaan we skypen en dan nemen we dat even op, die gedachtegang van jou. Nou, dat had ik nooit moeten vragen. Wat, nou zeg, paniek in de tent bij die gozer. Nee, zegt hij. Nee, 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 nee. Ho, zei hij gelijk. Nee, ho, ho, ho. We nemen niks op. We gaan niks skypen. En ik ga niks zeggen. Nee, zegt hij. Dat wil ik allemaal niet. Want wat denk je? Ik heb dit alles al een paar mensen verteld. En ik ben daardoor al behoorlijk wat vrienden en kennissen kwijtgeraakt. En ik heb er enorme ruzies door gekregen. Kan je je voorstellen? Gewoon omdat je zo'n mening hebt, dan word je gewoon in een hoek gedrukt en krijg je gelijk een strontkar over je heen. Dat is toch ongelooflijk? Het staat gewoon recht tegenover elkaar. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Dat is gewoon een mening van iemand. En dan komt er een hele club en die valt die gozer aan. Zo ver zijn we al in Nederland. Zo ver zijn we al heen. Zo ver is die verdeeldheid al. Ik bedoel, dat is toch werkelijk te gek voor woorden. En daar moeten we heel rap, maar dan ook heel snel mee ophouden.